Nijmegen is een bijzondere sportrijker. Skajakken. De combinatie van kajakken en skaten. Werd ontwikkeld door Maarten Holdrinet. Ongeveer 2 jaar geleden merkte ik dat het heel lastig is om kinderen eigenlijk naar het water toe te krijgen. Omdat er zoveel aanbod is van allerlei sporten. En toen dacht ik van ja, ik moet eigenlijk iets hebben waardoor kinderen ook op het schoolplein of tijdens een gymles of zo gewoon kennis kunnen maken met de kanosport. En toen heb ik eens rondgekeken en er waren al wel wat ideetjes van skateboard kajaks. Maar die waren eigenlijk allemaal niet zo heel goed. Ze rolden wel, maar ze voeren niet echt, zeg maar. Dus toen heb ik zelf even nagedacht en een combinatie gemaakt van een skateboard en een waveboard. En dat bleek eigenlijk hartstikke goed te werken. In principe, je gaat natuurlijk gewoon op de kajak zitten en je kan jezelf voortbewegen door middel van de prikpedal of de steekpedal. En er zitten natuurlijk geen bladen aan, er zitten rubberdoppen aan de pedal. En je moet jezelf gewoon voorttrekken. Maar het bijzondere eigenlijk van de kajak is ook dat als je een beetje naar de zijkant leunt, dat je er dan ook mee kan sturen. En dat is eigenlijk net zoals in een echte kajak. Het is eigenlijk begonnen met gewoon een plankje en daar wat wieltjes onder te schroeven. En zo heb ik ontdekt van nou, ik moet iets andere wieltjes gebruiken of iets betere wieltjes. En op een gegeven moment merkte ik van hey, het rolt eigenlijk hartstikke lekker. En zeker mijn zoon die kon er eigenlijk al heel snel heel goed mee overweg. Het gaat mij er voornamelijk om dat er heel veel kinderen de kanosport leuk gaan vinden. Maar misschien ook gewoon de kajaksport. Want misschien wordt het wel ooit een zelfstandige sport. En dan wordt er straks over de hele wereld geskajakt misschien wel.